Dagelijks ontvangt mijn programma tientallen mailtjes waarin mensen op een of andere manier onze hulp inroepen. Omdat ze zijn opgelicht, mishandeld of beroofd. Maar vaak gaat het ook om levensdelicten die al jaren geleden zijn gepleegd en waar de politie niets meer aan doet. Een geliefde is vermoord of verdwenen en de vraag is dan of wij nog iets kunnen doen. Goedenavond, welkom bij het programma dat onderzoekt, ontmaskert, aanklaagt, verdedigt en vanavond zo'n cold case onder de loep neemt. Eind vorig jaar werden wij door nabestaanden benaderd met de vraag of we niet eens wilden kijken naar de raadselachtige moord op de vermogende Belgische slager Geert de Rijmaker in Rotterdam in maart 2003. Wat we dan meestal doen is ons archief raadplegen en eens kijken waar zo'n onopgeloste oude zaak precies over gaat. Het leverde over Geert de Rijmaker een lijstje met de volgende steekwoorden op. Twee naakte mannen. Een slachtoffer doorzeefd met kogels. Een prostituee. Een miljoenenerfenis. Een faillissement. Fraude, partnerruil, drugs. Nog een gruwelijke moord. En een erotisch fotomodel. En dus zei ik, ja, laten we daar maar eens induiken. Dus ik denk dat er een goed gepland dingetje was. Dat dat goed beraamd was en dat dat... Dat is goed ineengestoken, want het is nooit niet uitgekomen. Hè? Dus ja, we mogen met geen vinger wijzen, maar zo zal het wel ineenzetten, denk ik. Wordt hij daar koudweg afgemaakt met 16 schoten. Hetgeen dat ook abnormaal is, dat klopt dus helemaal niet. Ik vind het goed dat u er aandacht aan gaat besteden. Ja, maar waarom werkt u zelf niet mee? Gisteren had u nog tranen in uw ogen toen ik voor uw deur stond. En een dag later doet u ineens niet mee. Dat vind ik een beetje typisch eigenlijk. Nee, ik ga er in belang van mijn kinderen niet in. Nee, u kan toch gewoon een gesprek met ons hebben? Nou, ze hangt op. Einde verhaal. Het is iets voor 1 uur als de Rotterdamse politie aankomt aan de Hennewierstraat. Ze zijn gealarmeerd door de bewoner die in paniek 112 had gebeld. De agenten staan raar te kijken. De man heeft alleen een boxershort aan, is gewond aan zijn been en heeft notabene een vuurwapen in zijn hand. In de woonkamer ligt een man in ademskostuum. Hij is doorzeefd met kogels. Het zijn er zoveel dat hij op slag dood moet zijn geweest. Wat is hier in hemelsnaam gebeurd? De dode man is de Belg Geert de Rijmaker. Het gewonde slachtoffer is zijn goede vriend Osman, een Nederlandse Turk van 39 jaar oud. Voordat hij naar het ziekenhuis wordt gebracht, vertelt hij de agenten dat hij en zijn kameraad zojuist in de woning zijn overvallen. Osman wordt afgevoerd naar het Erasmus Medisch Centrum en de politie blijft iets wat verbouwereerd achter. Het hele tafereel heeft een vreemde indruk achtergelaten. Want wat deden de vrienden samen in de woning zonder kleren aan? En hoe zit het met het wapen dat de bewoner in zijn handen had toen de politie binnenkwam? Op dit politiebureau aan het Marconiplein in Rotterdam zetelt het 20-man sterke rechercheteam
dat de schietpartij aan de Hennewierstraat onderzoekt. Het dodelijk slachtoffer is de dan 36-jarige slager Geert de Rijmaker uit het Belgische stadje Boom. Hij is letterlijk doorzeefd met 16 kogels, terwijl hij weerloos en naakt op de bank zat. De getrouwde vader van 3 kinderen is van dichtbij onder vuur genomen en heeft werkelijk geen schijn van kans gehad. Dat Geert een Belg is, zal het onderzoek er niet makkelijker op maken, weten de meeste rechercheurs uit ervaring. De Nederlandse recherche mag niet zomaar de grens overstappen om eigenmachtig onderzoek te doen. Dat mag alleen met officiële toestemming en in het bijzijn van de autoriteiten daar. In de praktijk betekent dat tijdrovende procedures die een onderzoek vertragen. Zo realiseert ook het team aan het Marconiplein zich. Maar dat is van latere zorg, want in eerste instantie richt de recherche haar pijlen op wat zich in de Rotterdamse woning heeft afgespeeld. En dan blijkt dat de zaak direct al een verrassende wending krijgt. In de nacht van de schietpartij wordt er al een arrestatie verricht. En die vindt hier plaats, op de eerste hulp van het Erasmus Medisch Centrum. Als niemand minder dan Geerts goede vriend Osman D. in de boeien wordt geslagen. Hij is maar licht gewond geraakt tijdens de overval, terwijl Geert werkelijk doorzeefd is met kogels. Dat vindt de politie toch wel verdacht. Maar er is meer dat niet rijmt. Zo blijkt als Osman aan de tand wordt gevoeld. Aan de hand van getuigenverklaringen en door middel van een tweetal verhoren van Osman komt de recherche tot een eerste reconstructie van de fatale avond. Het is rond 11 op zaterdag 29 maart 2003 als Geert de Rijmaker Rotterdam aandoet. In de Kuip is net de interland tussen Nederland en Tsjechië gespeeld, die in een 1-1 gelijkspel eindigde. Geert gaat op bezoek bij Osman en zijn vriendin Esther. De andere vrouw in de woning is Sandra, de echtgenote van Geert, die al eerder op eigen gelegenheid naar Rotterdam was gekomen. Beide stellen zijn zeer goed bevriend en zoeken elkaar regelmatig op. Na een drankje rijden de twee mannen naar de Hennewierstraat, even verderop in de Maasstad, waar Osman zijn eigen woning heeft. De vrienden hebben zo een eigen agenda voor die avond, zo vertelt Osman zijn verhoorders. Als ze halverwege zijn woning zijn, krijgt het ritje volgens Osmans relaas ineens een rare wending. Want onderweg worden ze aangesproken door een van de inzittenden van een BMW. Hij vraagt of ze harddrugs willen. Het duo weigert, maar de BMW zet de achtervolging in. Pas nadat Osman duidelijk maakt dat ze beter af kunnen taaien, druipen de drugsrunners af. Aldus Osman. Het is rond middernacht als de vrienden aan de Hennewierstraat arriveren. En dan wordt ook duidelijk waarom de politie de twee mannen zonder kleding aantrof vlak na de schietpartij. Ze hadden voor die avond een escortdame besteld die elk moment aan kon bellen, zo luidt de verklaring van Osman. Ze waren wat je noemt dressed to the occasion. Maar in plaats van dat meisje van plezier staan er plotsklaps twee gewapende Marokkaanse mannen in de bovenwoning. Osman herkent ze van de BMW bij het stoplicht, beweert hij. Terwijl de magere man Geert onder schot houdt,
loopt Osman met de bolle Marokkaan naar de plek in de woonkamer waar hun kleding met waardevolle spullen ligt. Dat het de vreemde mannen om geld te doen is, is trouwens iets wat Osman zelf concludeert. Want volgens zijn verklaring zeggen de Marokkanen zelf gek genoeg helemaal niets over de reden van hun bezoek. Op de achtergrond hoort hij Geert ruzie maken. En ineens zijn daar de schoten. Als Osman in een reflex wegvlucht, voelt hij een klap. Een kogel gaat dwars door de zijkant van zijn bovenbeen. Op de slaapkamer pakt hij een pistool dat daar verborgen ligt. Osman wacht en wacht. Pas als hij niets meer hoort, gaat hij naar de woonkamer en belt 112. Aldus de Nederlandse Turk. Aan de hand van dit verhaal worden deze twee compositietekeningen gemaakt. Het signalement dat erbij hoort luidt als volgt. De magere Marokkaan is ongeveer 1,75 meter lang, tussen de 17 en 22 jaar oud en heeft kort haar met krullen. Hij was gekleed in een zwarte leren jas. De tweede overvaller is ook ongeveer 1,75 meter. Hij heeft een bol gezicht met lichte baardgroei en is iets ouder. Ongeveer tussen de 20 en de 25. Hij droeg een donkerkleurige trui met horizontale strepen. Het zijn sumiere beschrijvingen waar de recherche niet veel mee kan. Maar dat is niet de enige reden dat de tekeningen niet aan het publiek worden getoond. Het relaas van Osman rammelt namelijk op zoveel punten dat de recherche vermoedt dat de vork wel eens heel anders in de steel zou kunnen zitten. Volgens Osman had hij de deur bij binnenkomst achter zich dichtgetrokken en zijn de overvallers later via diezelfde deur, wat ook de enige toegangsweg was, binnengekomen. Toch wijst niets erop dat die deur is geforceerd en dat zou je wel verwachten. Maar er is meer. Dat laat ik zien aan de hand van deze authentieke plattegrond van de woning waarin wij de situatie van die avond hebben nagebootst. Geert zit hier op de bank, die is naakt. Dit is Osman. Zijn vriend, die heeft alleen een boxershort aan. En dit zijn de twee overvallers. En een van de dingen die opvalt in Osmans verhaal is dat hij wisselend verklaart over wie het wapen vasthoudt. De ene keer is het de bolle en de andere keer is het weer de magere overvaller. En dan rijst de vraag, was het eigenlijk wel een overval? Hij zegt dat hij werd gedwongen om naar de tafel te lopen waar de waardevolle spullen lagen. Maar uiteindelijk is er niets overhoop gehaald in de woning of doorzocht. En volgens Osman is er ook niets verdwenen. Opvallend ook, de mannen droegen geen petten, bivakmutsen of andere bedekkende kledingstukken. De kans op herkenning achteraf door Osman was dus heel groot. Waarom dan de 1 door 7 met kogels en de enige ooggetuige daarvan laten leven? Geert zat hier dood op de bank. Die houding en het grote aantal kogels dat op hem is afgevuurd duiden erop dat hij is overvallen door een kogelregen en helemaal niets meer kon doen. Dat wijst meer op een doelbewuste liquidatie dan een uit de hand gelopen overval. En dan is er nog een belangrijk punt in Osmans verklaring dat twijfels oproept als je de situatie op de plaats delict bekijkt. Hij zegt namelijk, Osman dus, dat hij vlak bij de gang stond, hier. En meteen in een reflex de trap oprende nadat hij meer dan 5 schoten hoorde. Nou, als Osman inderdaad in een reflex was gevlucht omdat zijn leven gevaar liep, dan zou je verwachten dat hij meteen na 1 of 2 schoten al het hazenpad had gekozen. En dan had de schutter niet de tijd gehad om nog eens op hem te richten en hem vervolgens ook nog te raken in zijn been. Maar er is nog iets, want ook met de schotwond van Osman is iets vreemds aan de hand. De kogel legt een baan af door de zijkant van zijn rechterbovenbeen en er is nauwelijks schade. De recherche vindt het wel heel toevallig dat Osman er zo genadig van afkomt. Ook heeft de kogel het been schuin gepenetreerd en als het schot inderdaad vanaf een aantal meters afstand is afgevuurd, zoals Osman verklaart, dan had de schootsbaan veel rechter moeten zijn.
Osman wordt door de recherche geconfronteerd met alle tegenstrijdigheden en onmogelijkheden in zijn verhaal. Maar hij gaat nergens meer op in. Hij ziet zichzelf ook als slachtoffer en vindt het onrechtvaardig dat hem het vuur aan de schenen wordt gelegd, meldt hij zijn verhoorders. Osman beroept zich daarom op zijn zwijgrecht. Die houding maakt hem in de ogen van de recherche nog verdachter. Want als een van je beste kameraden zojuist is vermoord en je hebt er werkelijk niets mee te maken, dan doe je toch alles om de zaak op te helderen, zou je zeggen. Alles bij elkaar opgeteld doemt zo langzamerhand het scenario op dat Geert zijn dood geen toeval was. Is hier soms sprake van een zorgvuldig uitgedacht moordplan waarbij Geert door zijn vriend in de val is gelokt? Zo vraagt de recherche zich af. En zo ja, wat is dan het motief en wie had er wat te winnen bij de dood van Geert? In de zoektocht naar antwoorden op deze vragen belandt de recherche bij onze zuidenburen. Een onderzoek daar, in samenwerking met de Belgische politie, leidt tot een aantal pikante ontdekkingen over het leven van Geert. Dit is Boom, een doorsnee Belgisch stadje onder de rook van Antwerpen, waar niet bijster veel te beleven is. Boom telt 16.000 inwoners en ligt aan de rivier de Ruppel. Geert de Rijmaker was jarenlang de eigenaar en uitbater van een grote vleeshal in Boom. En bijna iedereen hier heeft wel eens bij hem aan de toonbank gestaan. Het nieuws over zijn dood komt dan ook hard aan in deze kleine gemeenschap. Omdat de verdachte Osman bevriend was met het slachtoffer, vermoedt de politie dat het motief in de relatiesfeer moet worden gezocht. De recherche fileert Geerts privéleven daarom tot op het bot. Met verrassende resultaten. Eind jaren 70 opent François de Rijmaker, de vader van Geert, vleesgroothandel en slagerij, daar is het, aan de Kerkhofstraat in Boom. Op deze beelden, gemaakt tijdens een jubileum van het bedrijf, zien we nog jonge Geert, die dan al jaren bij zijn vader in dienst is. In 1990 neemt Geert het bedrijf over. Het is zijn lust en zijn leven. Hij bouwt de toch al florerende onderneming verder uit en verdubbelt de omzet. In het jaar voor zijn dood zijn er 22 mensen in dienst en zet hij een slordige 4 miljoen euro om. Geert is dus zeer vermogend. Een deel van zijn geld is vastgezet en hij belegt niet onverdienstelijk. Maar de goedlachse Belg staat ook bekend als makkelijk met geld en zeer gul voor zijn vrienden en personeel. In 1994 wordt Geert vader van een zoon en het lijkt er dus op dat het de hardwerkende slager ook in zijn privéleven voor de wind gaat. Maar de relatie met de moeder van zijn kind loopt al op de klippen als hun zoontje nog geen jaar oud is. En dan wordt alles anders. Dit is Sandra. Geert ontmoet haar in 1996 als hij op stap is met een vriend en is meteen verkocht. De blondine neemt vrijwel direct intrek in de woning bij de slagerij. Binnen een jaar komt er een bruiloft en er volgen twee kinderen. De vaak schaars geklede Vlaamse is een opvallende verschijning en gaat daarom flink over de tong in Boom. En dat heeft ook alles te maken met haar bezigheden.
Sandra treedt onder de artiestennaam Flo wel eens op als erotisch model. Ook tijdens haar huwelijk doet ze dat, getuigen deze foto's uit een Belgisch motorblad uit 2002. Dat Sandra een extraverte persoonlijkheid is, blijkt ook uit een reportage die datzelfde jaar werd uitgezonden op de commerciële zender Jim TV. Daarin wordt Sandra alias Flo geïnterviewd in de Vlaamse paaldansclub Matuvu, waar ze de bedrijfsleidster is. Mogen we ze zien? Ja, maar iedereen moet ze zien. Nu krabbelen ze terug, hè? Zitten nog, ja, voilà. Even inspecteren. De reportage wordt afgesloten met wat billenkoek op de motorkap van Geerts Corvette. Het vrijpostige gedrag van Sandra op de nationale televisie zorgt voor heel wat roddel en achterklap in Boom. Maar de slager zelf haalt zijn schouders erover op. Hij lijkt in Sandra zijn match te hebben gevonden. Daarbij hebben de twee een open huwelijk en Geert geniet met volle teugen van de seksuele vrijheid die dat met zich meebrengt. Maar Geerts familie en vrienden maken zich grote zorgen. Ze zien de populaire slager veranderen. Hij gaat zich anders kleden en zijn levensstijl wordt steeds extravaganter. Hij kleedde zich anders. Was ergens nonchalanter in zijn doen en laten tegenover vroeger. En ja, het was een heel andere Geert terug. Vanaf hem Sandra leerde kennen, was hij ten opzichte van ons ook anders. Ja, echte liefde. Geert was wel verliefd in me. Maar zij volgens mij niet. Ze was, ja, veel te spelen. Ze deed van alles en ja, hij was anders, ja. Of dat het echte liefde voor haar was, dat is voor ons een vraagteken. Dat weet ik niet. Vleeshal, daar is het, bestaat niet meer. Op de plek waar ooit het bedrijf was gevestigd, zit nu, ironisch genoeg, een uitvaartcentrum. In 2000, als de slagerij nog floreert, neemt een stel uit Nederland zijn intrek in de woning pal naast de slagerij. Geert en Sandra raken na verloop van tijd dik bevriend met hun nieuwe buren, met alle gevolgen van dien. Want Geert raakt daardoor verzeild in een milieu waar hij zijn vingers beter niet aan had kunnen branden. Zo ontdekt de recherche als ze zich verder in het leven van de vermoorde slager verdiepen. Dit zijn die buren. De Nederlandse Karen en haar vriend Martin. Hier te zien als ze samen met Geert en Sandra een potje hint spelen. Door de omgang met de buren krijgen Sandra en Geert er al snel nog een paar nieuwe vrienden bij. Buurman Martin van Turkse Komaf introduceert ze begin 2002 namelijk bij zijn jongere broer Osman en zijn vrouw Esther. Het is vooral deze laatst gesloten vriendschap die de volle aandacht krijgt van het Rotterdamse rechercheteam aan het Marconiplein. Want Osman is immers degene die in de nacht van de schietpartij wordt gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het gewelddadige einde van de slager. De speurders willen daarom precies weten hoe de onderlinge verhoudingen in elkaar steken. Sandra, de weduwe van Geert, is in deze een belangrijke getuige. Ze was immers goed bevriend met moordverdachte Osman en zijn vriendin. De Belgische wordt niet gehoord in Rotterdam, maar in dit gebouw van de federale politie in Antwerpen. Dit gebeurt door twee Belgische dienders in bijzijn van twee Rotterdamse regisseurs. Sinds de kennismaking in 2002 is het eigenlijk meteen dikke mik tussen haar, Geert, Osman en Esther, zo vertelt de weduwe. En dat heeft vooral te maken met de vrije seksuele moraal waarin de twee stellen elkaar helemaal vinden.
De slager en zijn vrouw reizen vaak af naar Rotterdam, de woonplaats van Esther en Osman, waar zij zich overgeven aan allerlei seksuele avonturen. Sandra heeft wel eens een triootje met haar nieuwe vrienden. En Geert en Osman bezoeken samen wel eens prostituees. Of de heren bestellen samen een escortmeisje waar zij zich dan een nacht mee vermaken. Voor een dergelijk rendezvous gebruikt Osman zijn eigen woning aan de Hennewierstraat. Het vertier gaat overigens ook gepaard met het gebruik van de nodige verdovende middelen, zo geeft Sandra toe. Dit pikante inkijkje in hun privéleven sluit aan bij nog een bevinding die wordt gedaan. Want na de schietpartij worden in het bloed van Geert twee soorten harddrugs gevonden. Het gaat om GHB en ecstasy. De Rotterdamse rechercheurs zakken niet alleen af naar het zuiden om mensen aan de tand te voelen. Ook hier aan het Marconiplein gebeurt dat. Een van de getuigen die hier aan het bureau wordt ontboden is het Rotterdamse hoertje dat op de avond van de schietpartij was besteld. Als zij haar verhaal doet, ontdekt de Rotterdamse recherche nog een verdachte omstandigheid die kan worden toegevoegd aan de toch al lange lijst van onwaarschijnlijkheden en onmogelijkheden in Osmans verhaal. De vrouw verklaart namelijk dat ze een keer eerder was ingehuurd voor een triootje en dat Osman haar toen het tijdstip doorgaf waarop ze moest komen opdraven. Maar dit keer moet het anders. Ze krijgt weliswaar weer een tijd door, middernacht, maar Osman geeft haar nu de instructie om even te bellen als ze onderweg is, zo verklaart de vrouw. Dat doet ze ook. Nadat Geert is vermoord en voordat de politie er is, krijgt ze Osman aan de lijn. Die vertelt haar dan dat ze beter niet kan komen omdat er iets ergs is gebeurd. Wist de Nederlandse Turk soms van tevoren dat de escort toch niet nodig zou zijn en moest ze daarom bellen? Zo vraagt de recherche zich af. En had hij haar alleen besteld om zijn coverstory geloofwaardig te maken, wetende dat het hoertje na de moord op Geert zeker opgespoord en gehoord zou worden om zijn verhaal te checken? Het afgebelde hoertje en het feit dat Geert naakt in de kamer zat is iets dat de recherche bezighoudt. Want waarom ga je al poedelnaakt op de bank zitten als de prostituee nog niet eens gebeld heeft dat ze onderweg is? Tenzij, zo filosofeert de politie, tenzij Osman de indruk bij Geert heeft gewekt dat ze ieder moment voor de deur kon staan en even later ook daadwerkelijk de bel ging. En Osman niet het hoertje heeft binnengelaten, maar iemand die een heel andere betaalde dienst kwam leveren. Dat zou mogelijk ook verklaren waarom Geert naakt was en Osman nog een boxershort aan had, omdat hij in dat scenario niet helemaal ongekleed aan de deur wilde staan. De recherche komt echter niet verder dan theoretiseren op dit punt, omdat Osman bij zijn verhaal blijft en verder zwijgt. Terwijl Osman vastzit in een huis van bewaring in Zeeland op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Geert, gaat er ruim 100 kilometer verderop in Boom een bierput open. De recherche ontdekt dat achter de façade van het welvarende jonge stel met de vrije seksuele moraal een wat andere realiteit schuilging. Het heeft er alle schijn van dat het vrije huwelijk van Geert en Sandra in werkelijkheid op springen stond, zo blijkt uit enkele incidenten die zich niet lang voor de moord afspelen. Een van de getuigen die daar iets over verklaart is buurman Martin, die samen met zijn vriendin naast de slagerij woont. Martin wordt net als weduwe Sandra ontboden op het bureau in Antwerpen om een getuigenverklaring af te leggen. In aanwezigheid van de Belgische politie en twee rechercheurs van het bureau Marconiplein. Daar vertelt hij dat Sandra op een avond in tranen aan de deur staat. Ze heeft knallende ruzie met Geert en is voor hem op de vlucht omdat hij helemaal is doorgedraaid. De echtelijke twist die zich een jaar voor de dood van Geert afspeelt is gek genoeg het begin van de intensieve vriendschap tussen de vier buren. Aldus het relaas van Martin.
Een half jaar later is het weer raak, zo ontdekt de recherche. Althans, dat beweert de vader van Geert, als ook hij een getuigenverklaring aflegt. In het najaar van 2002 wordt Geert ontboden bij zijn vader, zo vertelt deze. Het volgende was het geval. François, de raaimaker, die alles behalve gecharmeerd is van zijn schoondochter, had een privé-detective ingehuurd. En die heeft ontdekt dat de blondine een affaire beleeft met een handelaar in luxe auto's uit de streek. Ondanks dat Geert het zelf ook niet zo nauw neemt met de huwelijkse trouw, reageert hij woest op de onthulling van zijn vader. Geert was woedend en hij zei, ik ga naar huis. En ik stamp ze buiten. Dan zijn er woorden ontstaan, ze hebben ruzie gehad. Ze is gaan vluchten naar de slaapkamer. Ze heeft de politie gebeld en die is de zaak moeten komen sussen. De politie van Boom. Ondanks de ruzie blijven de twee bij elkaar, maar de problemen zijn niet voorbij. Want volgens de familie is er nog een heikel punt dat zorgt voor grote wrijving tussen het stel. Geert vermoedt dat een van zijn twee kinderen niet van hem is. Hij dacht dat om reden dat het kind niet op hem geleek of helemaal niet. Bovendien ging het gerucht in het dorp al zo zodanig dat er dus helemaal twijfels stonden. En daarom was hij van plan om een DNA-test te laten nemen. Geert had tegen mij gezegd, als dat kindje is er niet van mij is en dat blijkt, het kan bijna niet anders, dan ga ik ervan scheiden en dan moet ze ergens anders gaan wonen. Geert had gezegd tegen Sandra, als het blijkt dat het kind niet van mij is, zorg dan dat je koffers buiten staan, want ik schop je van hier met koffers en al tot aan de overkant van de straat aan de Aldi. Het lijkt erop dat de relatie zijn langste tijd had gehad en het rechercheteam aan het Marconiplein vermoedt dat daarin wel eens een mogelijk motief voor de moord zou kunnen zitten. Want met de dood van Geert heeft Sandra als weduwe recht op een slordige 1,5 miljoen euro. En het is maar zeer de vraag of ze daar aanspraak op kan maken na een eventuele scheiding. Wat de recherche vermoedt is ook wat de inwoners van Boom direct na de moord op Geert fluisteren. Want Sandra's gedrag tijdens de uitvaarddienst roept bij Geert's familie en vrienden de nodige vraagtekens op. Tja, Sandra wierp zich op de kist en ze bouwden er een heel schouwstuk rond dat iedereen dacht van, wat gaan we nu krijgen? Dat is wel het helemaal anders dan dat we altijd gezien hebben. Het was toneel eigenlijk, was het een toneelstuk dat ze deed, ja. Ze gedroeg zich abnormaal te veel. Heel de kerk was daar vol van dat het één komedie was. Ja, na afloop praatte iedereen erover, dus ja. Ik heb dat ook nog nooit gezien bij iemand anders, dat gebeurt, ja. Zij wou dat het iedereen gezien had, maar dat het echt was, dat denk ik niet. Als dat moest dienen als examen om komedie te spelen, dan heeft ze een diploma gehaald met oogonderscheiding. Het wantrouwen jegens zijn schoondochter neemt nog meer toe als François de Raarmaker na de dood van Geert met leden ogen moet toezien hoe ze zijn slagerij ten gronde richt. Sandra trekt de zaak helemaal leeg en een faillissement is onafwendbaar. Al na 5 maanden is er niets meer over van het levenswerk van de familie de Raaimaker. De zaak en de inboedel worden verkocht middels een openbare veiling. Zo tonen deze stukken. Dat de weduwe de slagerij financieel behoorlijk heeft uitgebeend blijkt uit dit arrest van het Hof van Beroep in Antwerpen van 15 oktober 2008. Daarin wordt Sandra J. veroordeeld voor valsheid in geschriften, het verduisteren van ruim 142.000 euro kasgeld,
het niet bijhouden van het kasboek en het voeren van een ondeugdelijke boekhouding. Ze krijgt 3 maanden gevangenisstraf en moet ruim 71.000 euro betalen aan de curatoren die het bankroet van de slagerij hebben afgewikkeld. Maar het is niet alleen het ogenschijnlijk op geld beluste gedrag van de weduwe dat de aandacht heeft van het rechercheteam. Want 2 maanden voor zijn dood is Geert bedreigd, zo meldt een getuige, door niemand minder dan zijn buurman en vriend Martin, de broer van Osman. Het is januari 2003 als Martin na een avondje stappen op de bank in slaap valt. Als hij wakker wordt, is zijn vriendin Karen verdwenen. In de slaapkamer stuit hij op een chatgesprek waarin buurman Geert Karen uitnodigt voor een glas champagne. Bovendien ziet hij aan de voetstappen in de sneeuw dat zijn vriendin via het raam en het platte dak uit huis is geslopen. Als Martin polshoogte gaat nemen, treft hij zijn vriendin en de slager in de woonkamer. Ze zitten inderdaad samen aan de bubbels. Het stoom komt uit zijn oren. Martin vermoedt dat er meer speelt tussen de twee en wil niets meer met Geert te maken hebben. Hoe kwaad Martin is op zijn gewezen vriend blijkt als hij enige tijd later langs de slagerij loopt. Een van Geerts personeelsleden ziet dat hij dan een snijbeweging langs zijn keel maakt. Als de recherche de Turk onder de loep neemt, stuit men op een schokkend misdrijf uit het verleden. In 1982 wordt in een woning in Vlaardingen een man op beestachtige wijze vermoord. De verdachte? Inderdaad, ja. Martin, de buurman van Geert. In de nacht van 25 op 26 november 1982 speelt zich in deze woning aan de Viardi Beckman Singel in Vlaardingen een gruwelijk misdrijf af. De bewoner, de dan 46-jarige Jan Lopik, wordt door 2 mannen in zijn slaap overvallen, gekneveld en door zijn hoofd geschoten. Zijn vrouw wordt zwaar mishandeld. Een tienerzoon ligt ten tijde van de moord vastgebonden in zijn eigen slaapkamer. Volgens de pers zit er dan 23-jarige Martin, de latere buurman van Geert de Raaimaker, achter het misdrijf. En ook Justitie Rotterdam bevestigt 30 jaar na dato dat daar destijds inderdaad geen twijfel over bestond. Martin, die direct na de moord naar Turkije vlucht, was getrouwd met een dochter van het echtpaar en dus een bekende van de slachtoffers. Nou, men wist dat in de tijd eigenlijk al vrij snel, omdat de ex-schoonmoeder natuurlijk haar ex-schoonzoon wel kon herkennen. Nou, ze heeft hem ook daadwerkelijk herkend, dus dat betekent dat de politie vrij snel op zijn spoor kwam. Achtergrond van het drama is een slepende familiekwestie. Martin en de dochter hadden samen een kindje dat na de scheiding aan de moeder werd toegewezen. Iets wat Martin niet zou hebben kunnen verkroppen. Nou, het is inmiddels zo'n 30 jaar bijna geleden dat deze feiten zich hebben afgespeeld. Dus het is voor ons ook moeilijk geweest om dat nog precies te reconstrueren. Maar wat we ervan weten is dat in 1982 er kennelijk een conflict is ontstaan tussen de verdachte Martin D. en zijn voormalige schoonouders. Dat ging allemaal om een bezoekregeling van zijn kind. En dat conflict is zodanig geëscaleerd dat hij uiteindelijk zijn ex-schoonvader om het leven heeft gebracht en zijn ex-schoonmoeder zwaar heeft mishandeld. De Turk neemt na zijn geplande liquidatie van Lopik dus de benen naar zijn geboorteland Turkije. En wat blijkt? D. is daar destijds aangehouden voor het misdrijf dat hij in Nederland pleegde. We weten niet precies wat zich allemaal in Turkije heeft afgespeeld. We weten wel dat hij, nadat hij in Turkije is aangekomen, in militaire dienst moest. In de rol van militair is hij vervolgens ook aangehouden in Turkije. Maar uiteindelijk is hij ook weer in Turkije op vrije voeten gesteld. Voor zover wij weten heeft de man wel een bekennende verklaring afgelegd in Turkije. Maar wat daar verder van is gekomen, dat weet ik simpelweg niet.
Ja, een ongelofelijke gang van zaken bij zo'n gruwelijke moord. In feite een spijkerharde executie. Maar 30 jaar geleden gebeurden er wel meer gekke dingen in moordzaken. Dat hebben we bij ons drieluik over kindermoordenaar Koos H. wel gezien. Martin D. heeft de moord op Jan Lopik dus bekend. Maar het heeft er alle schijn van dat hij de dans vervolgens is ontsprongen en gewoon weer naar Nederland is teruggekeerd. Hoe het precies zit, is niet meer te achterhalen. Zowel de justitie in Turkije als het Openbaar Ministerie in Rotterdam moeten het antwoord schuldig blijven op de vraag of Martin D. ooit is veroordeeld en daadwerkelijk heeft gezeten voor de moord die hij wel bekende. Laat staan of hij iets heeft gezegd over de identiteit van zijn medepleger. Ook Martins broer Osman, die van meet af aan al wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op Geert, is geen onbekende van politie en justitie. Hij is regelmatig gepakt met vuurwapens en wordt in verband gebracht met diefstal, verduistering en heroïnesmokkel. Na een aantal weken onderzoek maakt de recherche de balans op. Buurman Martin, een ex-moordverdachte, was woest op Geert en heeft hem bedreigd. Zijn broer Osman, die meerdere vuurwapenantecedenten heeft, zit vast op basis van een ongeloofwaardig verhaal over de fatale avond en beroept zich op zijn zwijgrecht. En weduwe Sandra, die op goede voet stond met de twee Turken en de slagerij ten gronde heeft gericht, lijkt geen traan te laten na de dood van haar man, die haar ook nog eens een flinke som geld heeft nagelaten. Het zijn drie puzzelstukjes waar men geen keiharde conclusies aan kan verbinden. Maar als je ze naast elkaar legt, tekenen zich wel de voorzichtige contouren af van een scenario waarin er wellicht tussen de hoofdrolspelers is samengespannen om Geert uit de weg te ruimen. Zo redeneert de recherche. Maar verder dan een vermoeden komen de speurders niet. Na 6 weken onderzoek moet de politie de handdoek in de ring gooien als Osman door de rechtbank op vrije voeten wordt gesteld. Er zijn niet genoeg ernstige bezwaren om hem in voorlopige hechtenis te houden. De recherche heeft het idee dat weduwe Sandra en buurman Martin niet het achterste van hun tong hebben laten zien. Maar de verdenkingen tegen hen zijn niet zo hard dat ze ooit de status van verdachte krijgen. Na een maand of drie wordt het recherche-team aan het Marconiplein afgebouwd. De zaak suddert wat door omdat er incidenteel nog informatie uit België binnendruppelt. Het gaat om onder meer bank- en telefoongegevens die lang op zich hebben laten wachten en die geen nieuw licht op de zaak werpen. De moord op Geert de Rijmaker belandt onopgelost op de plank. Die pijn die komt alle dagen terug. Dat is 's morgens en 's nachts. Je leeft daarmee, je blijft daarmee leven. En er is maar één ding dat je vraagt, dat de zaak opgelost zou kunnen worden. Kloppen doet dat niet, hè? We mogen het tegen Jan en alle man zeggen, dat is geen ene mens dat dat gaat geloven. Hè. Als je met 2 jaar eens binnen zit en de ene krijgt 16 kogels door zijn lijf en de andere heeft juist op zijn benen een schamschotje gekregen, dan denk ik toch wel dat er iets ergens iets verkeerd zit. De nabestaanden en de recherche hebben dus grote twijfels over de toedracht van het misdrijf. Maar het onderzoek naar de moord is bij gebrek aan concrete feiten in de jaren daarna toch stilgevallen. Sandra, de weduwe van Geert, is met hun 2 kinderen vlak over de Nederlandse grens gaan wonen. De kapitale erfenis van haar man heeft zij nog steeds niet helemaal binnen. Daar is door de curatoren van de failliete vleeshal beslag op gelegd. Sandra kent alle betrokkenen en is in de ogen van de politie en de familie van Geert de sleutelfiguur in deze onopgeloste moordzaak. Wat weet zij? Kan ze nieuw licht op de zaak laten schijnen? Is er iets dat zij verzwijgt? Of is zij gewoon ook slachtoffer? We zoeken haar op.
Hallo. Hallo, Sandra? Ja. Hoi, ik ben Peter de Vries. Ja. Ik ben van de Nederlandse televisie. Ja. Ken je mij of niet? Ja, ja, ja. Nans van gehoord? Ja, denk het wel. Ja, ik denk het wel. Ja. Ik zou je graag even willen spreken, kan dat? Over wat gaat dat? Over de moord op Geert. Minimaal. Ja. Zit ik naar de daders op zoek? Wat? Zit ik naar de daders op zoek? Ja. Echt? Ja. Oh. En dan wou ik graag even met jou over praten, kan dat? Ja, dat kan wel, maar... dan moet ik wel even... Hoe vervalt mij eigenlijk? Ja, dat begrijp ik, ja. Maar... Ik zal even helpen, hoor. Met even... Ook voor de kinderen, dus het zal wel goed zijn dat er wel dringende zaken komen. Maar ik dan even, kunnen we niet gewoon een afspraak maken en dan... Nou, we zijn nu toevallig in België en we hebben ook wat andere afspraken nog. En toen ik dacht zou wel ik van... liever een afspraak maken, ik even, want... Ondanks dat de weduwe van Geert blij verrast lijkt met onze komst, krabbelt ze een beetje terug als blijkt dat we een inhoudelijk gesprek over de zaak willen. Ook als we een beetje aandringen, wil ze ons nu niet te woord staan over de onopgeloste moord op haar man. Want vandaag gaat het niet meer lukken? Vandaag gaat het niet meer lukken, denk ik. Nee? Ja, nou, anders moeten we even een andere dag terugkomen. Ja, en ik kan ook dat zult wel begrijpen, met mijn advocaat ook. Ja. Nou ja, ik wil gewoon eens even met je praten over de zaak en... dan gaan wij eens kijken of we daar eventueel wat mee doen of niet. Nee, maar we willen eerst gewoon eens een gesprek hebben. En dan, ja. Ik kan... ja, dan, ik zeg het, toen vervalt me echt zo. Maar de weduwe blijft erbij. Ze wil nu niet praten en we moeten maar bellen voor een afspraak. Maar nadat we het visitekaartje van de Vlaamse hebben gekregen... vertelt ze toch wat meer over de zaak. Ja. Ik kreeg toen in een tijd van de politie toren van ja, ze hebben 48 uur voorsprong gehad en hebben nooit meer kunnen inhouden. Mm. En dan heb ik zoiets van ja, hallo. Mm. Of als ze zeggen tegen mij van als ik uiteindelijk het dossier mocht inkijken, samen met mijn advocaat. En ze zeggen tegen mij van, mijn advocaat zei ja, hier ontbreken precies stukken. Hè. Mm. En zeggen ze van, ja maar er zijn, het is niet omdat uw man overleden is. Dat zijn de privacy moet geschonden worden. Dan denk ik, ja hallo, ik blijf wel over met mijn twee kinderen. Ja. Ik mag toch ook weten hoe en waar. Een ogenschijnlijk geëmotioneerde Sandra zegt dus graag te willen weten wat de ware toedracht is achter de moord op haar man. Wat vindt ze dan van de rol die Osman in het hele verhaal heeft gespeeld? Hij is immers degene die erbij was toen Geert om het leven werd gebracht en die daarover ongeloofwaardige verklaringen heeft afgelegd. Geloof je in zijn onschuld van Osman? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja? Ja. Het is wel een beetje een gek verhaal wat hij vertelt, toch, hè? Maar ik hoor wat hij zegt en ik lees wat er in het dossier staat. Maar voor de rest heb ik eigenlijk niet echt harde feiten, zeg maar. Ja, maar vind je dat verhaal van hem wel betrouwbaar? Dat, wat hij daarover vertelt, want dat is natuurlijk toch een beetje gek. Geert die, zeg maar, doorzeefd is met kogels. Hij was ook beschoten. Ja, hij heeft één schot in zijn been. Maar je zou zeggen dat als de dader daar komt en hij liquideert Geert... dat hij dan ook een eventuele getuige, als je 14 keer op hij Geert schiet... Hij was gewoon lopen of zoiets, hè? Ja. Tegenzegd. Daar is dan... Ik heb toen ook zo in de rats gezeten met de zaak en met de dingen. En... Maar daar heb je nooit vraagtekens bij gehad? Eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Dat is toch een beetje vreemd aangezien het verhaal van Osman... voor hij zich op zijn zwijgrecht beriep... wel degelijk op een aantal punten rammelt. Zo heeft hij het over twee overvallers... die bijna vanuit het niets ineens in de woonkamer opduiken... Maar hoe zijn deze vermeende daders überhaupt binnengekomen? De enige toegangsdeur was afgesloten, niet geforceerd... en vertoonde geen sporen van braak. Daarbij is het niet vreemd dat twee overvallers... die zich notabene open en bloot vertoonden... de één doorzeven met kogels en de enige ooggetuige ervan laten leven?
kan de overvaller die bij Geert stond wel de tijd hebben gehad Osman te beschieten, terwijl de Turk vlak bij de gang stond en naar eigen zeggen in een reflex wegschoot nadat de eerste schoten waren gevallen? En de schotwond van Osman tot slot. Hoe logisch is het dat die zijn been schuin heeft gepenetreerd, terwijl de man, die Osman naar eigen zeggen beschoot, zich op enige meters afstand op nagenoeg gelijke hoogte van hem bevond? Allemaal vragen die Sandra blijkbaar nooit aan Osman heeft gesteld, terwijl hij toch degene is die opheldering zou kunnen geven. En dan blijkt ons vervolgens ook dat de weduwe nog altijd contact heeft met de man die vast heeft gezeten op verdenking van de moord op haar echtgenoot. Hij stuurt nog wel eens een sms'je of hij doet ook. Ik heb nog een buitenverblijfje in Nederland, zeg maar. En als er dan de betaling moet komen, dan zorgt hij ervoor dat dat via postdingen betaald wordt voor mij. Dat ik niet speciaal naar daar moet. Ah. Maar voor de rest is er eigenlijk geen. Ah. Ben daar geen contact meer mee. Ah. Maar zou je eens willen. Denk je dat hij misschien met ons zou willen praten over de zaak? Dat weet ik niet. Zou je dat eens willen vragen aan hem? Nee, daar ga ik me niet mee moeien, eerlijk gezegd. Nee? Dan moeten ze zelf dat maar doen. Want... Mm. Maar weet je waar we hem zouden kunnen bereiken dan? Zouden we hem kunnen bellen op het nummer waar jij... Ik bel hem zelf nog niet op. Nee, ik doe altijd verschillende met verschillende nummers. Je krijgt nummers. Sms'jes van hem, dus ja, dan heb je toch zijn nummer. Ja, maar het zijn altijd verschillende. Dus, Maar ik verwacht mij dan niet... Hmm. Wil je er niet... Nee, dat vind ik... Ik heb nu een andere... Ik heb een relatie en ik wil... Allee, ja, je hebt mij ook gevonden, dus je zult hem dan ook wel vinden, snap je? Want ik weet ook nu op het moment zijn adres niet en zo, dus... Het verhaal over de verschillende telefoonnummers en het onbekende adres klinkt ons een beetje ontwijkend in de oren. En we krijgen de indruk dat de weduwe er simpelweg niet happig op is dat wij met Osman in contact komen. In het gesprekje dat volgt komt naar voren dat ze ook na de moord op Geert wel iets meer dan vriendschappelijk contact met de Turk heeft onderhouden. Maar heb jij met Osman ook een relatie gehad? Of niet? Maar ik heb geen relatie. De laatste kunnen we niet meer ook. Ik ben er eerlijk en ik heb er wel een keer seks mee gehad. Ja. Ik ben 6 jaar na Geert zijn dood, 6 jaar zonder een man geweest. Waarom? Omdat ik niemand meer vertrouwde. Hmm. En die kennen we heel goed. En van die kwam de standaard als ze hier kwam. Dan... Sandra vertoont nou niet echt het gedrag dat je verwacht bij een weduwe die nog in het duister tast over de ware toedracht over de moord op haar man. Ze zegt het rammelende verhaal van Osman gewoon te geloven en heeft na de moord zelfs nog intieme omgang met hem gehad. We nemen afscheid met Sandra's belofte op korte termijn dieper op de zaak in te gaan. Maar of we daarop aan kunnen... Hey Sandra, goedemiddag. Met Peter de Vries spreek je van SBS6. Ja, hallo. Hallo, ik zou je nog even bellen hè, voor het maken van een afspraak. Ja, zeg met alle respect voor u en uw programma, maar ik heb samen met een dokter en ook voor de kinderen gepost. Maar voor ons eigen welzijn en voor alle emotionele toestanden voor de kinderen ga ik er toch niet aan meedoen. Nou, maar dat verbaast me heel erg. Toen ik gisteren bij u aan de deur was, was u heel opgetogen. En oh, wat goed dat u er aandacht aan gaat besteden. Wat fijn. En... Ik vind het goed dat u er aandacht aan gaat besteden. Ja, maar waarom werkt u zelf niet mee? Gisteren had u nog tranen in uw ogen toen ik voor uw deur stond. En een dag later doet u ineens niet mee. Dat vind ik een beetje typisch eigenlijk. Nee, ik ga er in het belang van mijn kinderen niet in. Nee, u kan toch gewoon een gesprek met ons hebben? Nou, ze hangt op. Einde verhaal. Hallo. Ja, dag Sandra, met Peter de Vries nog een keertje. Ja, gisteren viel de weg. Nou ja, volgens mij ging jij heel klein bereik. Wat? Nee, ik heb een heel slecht bereik. Ja, maar goed, ik vond toch dat wij nog even moesten praten. Het verbaast mij namelijk dat je ineens van het gesprek afziet, terwijl je een dag daarvoor nog tranen in je ogen hebt van blijdschap
dat we daar aandacht aan besteden. Dat vind ik een beetje merkwaardig. Je kan toch gewoon een gesprek met ons hebben? Dat weet ik. Maar ik krijg er wel geef niet meer terug, hè. En wij gaan er terug de vernieling in geraken gewoon. Psychisch en emotioneel raken wij terug de vernieling in. En ik kan u niet verder helpen. Nou, dat weet u helemaal niet of u niet verder kan helpen. U weet toch helemaal niet wat wij aan doen, zijn? Ik zoek gewoon de zaak uit. En ik heb heel erg de indruk nu dat jij dat helemaal niet wil. Je wilt dat het opgelost wordt volgens mij. Ik wil helemaal zeker en wel dat het opgelost wordt. Zeker wel. Maar ik ga er niet in mee, want we kunnen daar niet aan. We kunnen daar niet aan. En hier stopt het gewoon voor mij. Met de politie, voor mij alles oké. Met niet via de pers en niet via... Ja, ik had erg de indruk dat toen wij over Osman begonnen, dat je toen dichtklapte. En dat je dacht van, oh jee, dat gaat een kant op die ik helemaal niet wil. Oh nee hoor, want er heeft de politie mij ook van alles over gevraagd. Dus ik zou niet weten wat dat ermee te maken heeft. Dus, Nou ja, dat is... Nee, zeker niet. Ik heb respect voor u en voor uw programma, want ik heb... Ja, daar geloof ik allemaal weinig van. Volgens mij zit je de boel gewoon een beetje in de maling te nemen. Ja. Toen wij je aan de deur kwamen, stond je met tranen in je ogen. En... Voor François de Rijmaker is het boek alles behalve gesloten. Hij verloor niet alleen Geert, maar ook het familiebedrijf dat hij van de grond af aan opbouwde. En tot zijn grote verdriet ging zijn vrouw bijna ten onder aan het gemis van hun zoon. Dat leerde niet meer leven, want dat komt alle dagen terug. Alle dagen. Geert was een topman voor zijn zaak, ook voor zijn kinderen en ook voor zijn ouders. Dus je raakt dat kwijt. Ze snijden gewoon uw vader af. Je kunt je niet voorstellen zoiets. Hey, are you okay? I'm so sorry about the things we'll never get to say. And how much I have been missing you today. Ja, wie vermoordde slager Geert de Rijmaker? En waarom? Is de dader of opdrachtgever een bekende van hem en in feite onder handbereik? Of moet de oplossing toch verder af worden gezocht? Allemaal vragen waarop de nabestaanden en het cold case team van de politie Rotterdam-Rijnmond dolgraag antwoorden willen hebben. De zaak is 7 jaar onopgelost, maar met uw tips gaat het rechercheteam graag opnieuw aan de slag. Als u iets weet, kunt u nu bellen met 0800 744 4488. De scherpzinnige meespeurders zullen direct hebben opgemerkt dat het om 11 cijfers gaat in plaats van de gebruikelijke 10, maar ik kan u verzekeren dat dit klopt. Het nummer is dus 0800 744 4488. Maar u kunt natuurlijk ook contact opnemen met ons programma via onze website www.peterrdevries.nl. Daar kunt u ook alles nog eens teruglezen over deze zaak en andere onopgeloste dossiers waar wij in de loop der jaren aandacht aan hebben besteed. Ook kunt u daar mijn dagboek volgen waarin ik mijn belevenissen als misdaadverslaggever beschrijf. Nou, ik hoop dat u belt of schrijft, want u weet het, u heeft nooit een alibi om te zwijgen als u iets weet over een onopgeloste moord. Dit was onze uitzending voor vanavond. Volgende week zijn we weer op dezelfde tijd, op dezelfde plaats, maar met een andere zaak. We doen dan letterlijk een boekje open over een geruchtmakende zaak waarvan we ons afvragen of het wel de waarheid en niets dan de waarheid is. Tot volgende week. The things we'll never get to say.